Het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland moet de ontwikkelingsprocessen van de gemeenschappen in het binnenland versnellen. Vandaag is het directoraat officieel ingesteld. Projecten staan eens maar in voer uit, omdat we installeren het dorpfondsen naar de bedoeling dat de gemeenschappen een mogelijkheid, een financiële mogelijkheid voor bepaalde projecten. En zo is het dat samen met de gemeenschappen 40 verschillende projecten doen. Pedisma gebruikt de IG-middelen voor de projecten. Om het regionaal bestuur beter te ontwikkelen en te coördineren, heeft de regering besloten om het ministerie van regionale ontwikkeling in 4 directoraten op te delen. Met die indeling kan volgens minister Edgar Dikan het beleid specifiek en gericht geformuleerd worden. Instellen van dorpsfondsen, waarbij de dorpen, de gemeenschappen nu over een eigen fonds, een bankrekening beschikken en van waaruit dus zaken, de gemeenschap rakende, wordt gefinancierd. En zo kunnen we verder gaan. We hebben nu gezien dat in dorpen, ik noem bij name Abinastong, heeft een heel logeergebouw, een hotelletje als je het mij vraagt, opgezet. Proficiat. En dat is de richting die we willen opgaan met de gemeenschappen, om met de rijkdommen uit die omgeving daadwerkelijk, laat me zeggen, ontwikkeling van die gebieden ter hand te nemen. Het binnenland heeft potentie, maar er moet gericht beleid gemaakt worden om de gemeenschappen te versterken. Het ministerie wil het maximale eruit halen. Het traditioneel gezag moet dan ook beter betrokken zijn. De woorden die de papa jij doet, joh. Una kan tangi saai fuki ding. De woorden die de wees is alleen doen. Na kampu en mankei. Maar de woorden die de poja in de afgelopen jaar die heb je gewend voor kwanga ding. De wees tak de meke moeite. En na moeite die de meke. Na zo zoveel chai kwa vesi pabu skonde papa. Papa wan felicite den dan a de fuden. Alle de samadikoya. Ou brichang a ding.